bij ons. En die hebben dan... Even wel, en dan hier langs... We hebben het al best wel zwaar, omdat we moesten al sluiten en nu mogen we alleen nog maar bezorgen. Maar ja, daar zijn we mee in overtreding gekomen. En nu zitten we zonder werk eigenlijk. En dan zijn we gewoon 2 weken moeten we sluiten, geen inkomsten. Ja, en dat is verschrikkelijk. En ook 2 weken. Was het een paar dagen. Omdat hier bij deze zaken ruim na 1 uur, sterker nog ook nog ruim na 2 uur, tot 2:43 aan toe, bezorgd dan wel afgehaald werd bij locaties. En dat is niet toegestaan conform de noodverordening. Dan ben je helemaal opgelucht. Je mag weer los, je kan weer je omzet draaien. We kunnen mensen weer blij maken met onze producten. En het is super om zo dan door te gaan.